Ja, er is een begrotingsimpasse en we denken eigenlijk allemaal, goh, dat gaat heel lang duren. Misschien duurt het ook lang, maar eigenlijk zijn er twee makkelijke oplossingen om er meteen vanaf te zijn. Aan de ene kant kan de Fed een muntje uitgeven van zeg 1000 miljard en dan kunnen ze heel lang vooruit. Nou, dat is misschien een beetje lastig en moeilijk te verkopen, dat klinkt een beetje gek. Maar nog makkelijker is het om voor het ministerie van Financiën, voor het agentschap van de nationale schuld in Amerika, om obligaties uit te geven, niet met een coupon van 2%, maar met een coupon van 20%. Dus volgende week moeten ze iets aflossen. Dan krijgen ze zeg maar voor elke obligatie, hè, dan krijgen ze 100, moeten ze terugbetalen. Maar dan geven ze er eentje uit, ook weer op 100. Alleen met een hele hoge coupon. En dan krijgen ze dan in de markt zeg maar 200 of 250 of 300% voor terug. Dus het schuld blijft hetzelfde, diezelfde nominale waarde van 100. En ze kunnen gewoon volgende week verder. Want ze hebben eigenlijk elke maand 175 miljard dollar nodig. Dat is een tekort elke maand. En dat kunnen ze rustig binnenhalen door de coupon te vertienvoudigen. Ik denk dat het interessant is, want wat krijg je met een coupon van 20%? Je krijgt in plaats van 2%, je krijgt 10 keer zoveel. Je hoeft niet zo lang te wachten totdat je al je geld terug hebt. Sterker nog, je levert nu die 250-275% in. En je krijgt daarvoor terug heel veel grote cashflows. Dus voor mensen bijvoorbeeld met een lijfrente, verzekeringsmaatschappijen die graag grote cashflows in het begin willen hebben en niet alles, die hoofdsom op het laatst terug, kan het interessant zijn. De duration, een beetje technisch verhaal, is ook lager van het product. Dus misschien kunnen ze het tegen een lagere rente in de markt zetten dan de rente die ze nu betalen op vergelijkbare 5- en 10-jarige looptijden. Dus het kan ook nog interessant zijn voor het ministerie van Financiën zelf.